En het langstlopende radioprogramma ter wereld is jarig. Goedenavond. Ja, zo klonk dat ooit. We hebben het over het langstlopende radioprogramma ter wereld. Het bestaat 75 jaar na de oorlog opgetuigd om werkend Nederland door de ochtend heen te trekken. En dat is in die afgelopen 75 jaar niet veranderd. Goedemorgen, Arbeidsvitamine is 75 jaar. En dat vieren we vanuit de studio hier in Hilversum met Jan Steeman. Hij is de gast. Jan, dankjewel, wat leuk om hier te mogen zijn. Ja. Prachtig, mooi. Hoewel het vaak van zender en tijdstip veranderde, viert het nog altijd populaire AVRO-TROS-programma vandaag zijn 75ste verjaardag. Al die tijd bleef de formule hetzelfde. Je werkdag opstarten met verzoeknummers. Het programma is dus bedoeld om de werkdag aangenamer te maken. Arbeidsvitamine is een leuk programma gevarieerd met oud en nieuwe muziek door elkaar heen. Sinds 2006 is het programma zelfs opgenomen in het Guinness Book of Records als langslopende radioprogramma. Een certificaat dat het ook echt zo is. En zo klonk het allereerste nummer in 1946. Dat is een oude opname, Hans. Ik heb het nooit gedraaid, hier, hoor. Nee. Voor Hans Schiffers, de huidige presentator van Arbeidsvitamine, heeft het programma veel betekend. Ik denk dat ik heel erg een muziekliefhebber ben gebleven, ook door Arbeidsvitamine. Dat iedere keer weer het respect oproept voor, oh ja, dit is wel echt heel goede muziek, wat je maakt. Goede wijn. De 75 jaar is binnen. Voor oud-hoofdradio Jan Steeman een groots moment. Behoorlijk trots. Ik hoop nog, misschien ijdele hoop, dat ik het volgende jubileum nog mee mag maken. Dus ik weet het niet. Ja, op naar de 100. Het zou zomaar kunnen. Voor nu, een fijn weekend.